De A-finale is vertrokken binnen categorie 8 en 9. 3, 7, 8 jaar, we zijn vertrokken in deze A-finale met Jordy van de Heuvel. Jordy van de Heuvel samen met Jesse de Veer op de tweede positie. We kijken ook naar Brent de Keizer van Geldermalsen. Zit er op die derde plaats in deze A-finale. Dani Vierhof, Baaslandster dan voor de 4. Vierhof op 4. Vierhof op 4. Zal het zo blijven tot aan de finishlijn? Of krijgen we daar nog een man van het Talent BMX team, bijvoorbeeld Vin Brussel? Vin van Brussel zit er nog tussenin. We gaan kijken naar de 182, Demi Nieuwekamp van de Lierendorf Focus Maart. Dat zijn de eerste 5, maar vooraan van start tot finish. Geef hem een dagend applaus, FCV de duurste, Jordy van de Heuvel. 8 en 9 jaar, B-finale dan, is vertrokken. We gaan kijken wat Karsbakers in Kuipers en Roek en Brekelmans. Er zitten hier een aantal goede mensen tussen hoor. Het was een heel erg ijzersterk veld. In de halve finale hebben we veel gekke dingen gezien. Maar nu zijn we toch weg met Zil Kuipers. Zil Kuipers samen met Lola Brekelmans. Nek aan nek, daar zo die kombocht in. En wie trekt er dan aan het langste eind? Het is toch Zil Kuipers die daar aan de leiding gaat in deze B-finale. Brekelmans op de 2. Zijn er Karsbakers. Bakers voor 3 en dan de 6.35 Timo Walraven van Weldhoven zit er op de 4e positie. Vooraan nog steeds Zil Kuipers. Zil Kuipers samen met Brekelmans. Zil Kuipers samen met Karsbakers. We gaan kijken naar Brekelmans.